Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Ik hoop dat je de regen hier buiten in Bali niet hoort. Maar ik heb vandaag weer een nieuwe video voor je. Waarin we dus het gaan hebben over de grootste fraude van dropshippers in 2024. Nou, je ziet me alleen maar video's maken over Shopify, dropshipping, etc. Wat is nou de grootste fout die de meeste mensen maken aan het 2024? Waarom ze geen winstgevende Shopify business hebben. Waarom ze nog steeds vastzitten in hun 9 tot 5. Nog steeds vastzitten in hun studie. Want dus niet hun vrijheid willen ervaren die ze graag willen ervaren. En dat is heel de reden dat ik dit soort video's voor je maak. Omdat ik graag wil dat jij die vrijheid ook kan ervaren. En de grootste fout van Shopify dropshippers is het zijn van een copycat. Het zijn natuurlijk veel meer fouten dan alleen die. Maar ik wil even specifiek op dit proces ingaan. Nou, dropshippers doen eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Ze gebruiken een spy tool of ze vinden een winnend product die andere mensen al adverteren en ze kopiëren alles. Ze kopiëren het product, ze kopiëren de website, ze kopiëren de productpage, ze kopiëren de videoadvertentie, ze kopiëren de advertentietekst. Alles copy-paste. Ze doen precies hetzelfde wat de concurrent al doet. Oké? Okay? Nou, dat heeft in het verleden zeker goed gewerkt en ik wil niet zeggen dat het niet meer kan werken. Alleen het is een beetje gokken naar mijn mening. Omdat je gewoon hoopt dat iets gaat werken. En vandaar wil je eigenlijk een bewezen systeem hebben voor elk onderdeel van je bedrijf waar ik het altijd over heb. Laten we bij het eerste systeem beginnen en dat is altijd product research. Dus hoe vind je die winstgevende producten? Nou, mocht je nog niet weten hoeveel product research video's ik al heb staan op het kanaal, neem dan zeker even een kijkje, want ja, ik praat hier echt wekelijks over hoe vind je die winstgevende producten, oké? Nou, verder gaan we het nog eens hebben over de webshop. Webshops zien allemaal hetzelfde uit en ja, het is niet moeilijk je te onderscheiden van de rest. Het enige wat je hoeft te doen is echt een converterende website te bouwen. En ik zou je adviseren om te kijken naar grote brands. Echt grotere brands. Dus geen dropshippers, maar echt brands. Hoe hun webshop in elkaar zit. En probeer daar inspiratie uit te halen. Niet te kopiëren, maar daar een soortgelijke webshop omheen te bouwen. Oké? Wat je daarnaast gaat doen, ja, het klinkt als werk. Maar het is ook echt werk en ja, als je succes wil worden met dropshipping, dan moet je gewoon werken. En dat is het maken van productfoto's, productomschrijvingen, videoadvertenties en adcopies. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste dingen. Je aanbod, je offer, je marketing angle. En tegenwoordig zijn er heel veel verschillende manieren om dat te gaan doen. En je kan dus via 11 Labs of via CapCut kan je verschillende ads gaan maken. En die gaan testen voor jouw Shopify dropshipping business in 2024. Nog een grote fout die ik zie gemaakt worden door andere mensen is het niet investeren in een mentor. Ik ben ook die persoon geweest en ik heb het eerste half jaar of de eerste 8 maanden van mijn ondernemersjourney geen euro verdiend. En dacht dat ik het allemaal zelf beter wist. En ik dacht dat ik het helemaal wist, maar ik wist eigenlijk helemaal niks. En toen investeerde ik uiteindelijk in een videocursus van een concurrent van mij in Nederland. Ik zal hem even zijn naam niet benoemen, maar hele goede gast, hele goede ondernemer ook. En daardoor ben ik dus begonnen met sales maken. Ik werd een stuk beter in product research, doorbouw, ads draaien. En mijn eerste product dat ik via die methode testte, sloeg gelijk aan. Misschien ken je het verhaal wel, ik verdiende een paar duizend euro. Ik ging naar Marbella, ik ging daar even lekker leven. En daar ja, veranderde voor mij echt de wereld. Omdat ik dingen zag die ik nog nooit eerder had gezien in Berg op Zoom, waar ik was opgegroeid. Ik zag dure auto's, dure horloges, mooie leven. Zon, zee, strand, bergen. Alles wat je maar kon bedenken. Het leven zag er aan die kant zoveel anders uit. En dat is ook een van de redenen waarom ik dus ben gaan ondernemen. Niet voor die vrijheid. Maar ik zag ook dat compleet normale mensen het ook konden bereiken. Compleet normale mensen zoals ik ook. Die nu op dit moment video voor je opnemen. En wel financieel vrij zijn. Dus die nooit meer een baan hoeven te nemen in hun hele leven. Nooit meer een studie hoeven te doen die ze niet leuk vinden. En de reden daarvan is omdat ik geïnvesteerd heb in een mentor. Omdat ik keihard gewerkt heb en consistent ben gebleven. Het zijn misschien hele simpele dingen, maar de meeste van jullie die proberen dropshipping voor 2 weken of 2 maanden en geven dan op. Ik zou zeggen, geef het echt een jaar. Normaal gesproken zeg ik altijd een half jaar voor mensen die in mijn coachingprogramma zitten. Maar mocht je niet in mijn coachingprogramma zitten en daar wel interesse in hebben, stuur me zeker even een berichtje op socials. En dan kan je een call inplannen met iemand uit mijn team. Kan je kijken of het wat voor je is. Maar dat even tezijde. 6 maanden tot een jaar. Als je daarin al in gaat. Elke dag alles ervoor geeft. Dan ga je progressie behalen. Zeker als je gaat leren van de fouten die je hebt gemaakt. En dat is eigenlijk
wat de meeste mensen niet doen. Ze zijn allemaal zo op zoek naar het snelle geld, snel geld verdienen, wat ja, ik tot nu toe nog niet heb gezien. Ik zou willen dat ik je kon zeggen, maar ja, dat is bij mij nog niet gebeurd. En dat zeg ik ook altijd als mensen bij mij beginnen. Die hebben altijd een hele short-term mindset. En ja, ik ben echt op zoek naar mensen die voor de lange termijn een Shopify dropshipping business willen bouwen. Een verkopen op Bol business willen bouwen. Echte brand willen opzetten. Die dit echt de komende jaren willen gaan doen. Hier een online inkomen mee willen genereren en financieel vrij mee willen worden. En dat vertel ik je allemaal op dit YouTube kanaal. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze korte slaapkamervideo's die ik de laatste tijd voor je maak. Laat me zeker weten wat je nog meer wilt zien. Like en abonneer en ik zie je de volgende keer. Ciao, ciao.